Hey, Ron hier van goochelen.nl en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En deze keer een goocheltruc van een andere goochelaar en niemand minder dan Jay Senke. Hij heeft hem gedaan bij Penn & Teller en hij heeft hem ook op zijn eigen YouTube kanaal uitgelegd. En ik weet dat heel veel Nederlandse kijkers niet naar zijn YouTube kanaal kijken. Dus ik dacht, ik ga gewoon deze goocheltruc doen. Op voorwaarde dat je eventjes naar zijn YouTube kanaal ook gaat kijken. Hey, ik heb hier een ring en een rietje en als ik die ring maar vaak genoeg heen en weer schuif, dan wordt dat zo warm, het rietje, dat soms, als je mazzel hebt, soms hoor, oh je trouwens, je kan de ring gewoon lenen, het is gewoon een geleende ring. Ja? Maar als je mazzel hebt en je beweegt het vaak genoeg heen en weer, dan heb je soms de mazzel, niet altijd, maar soms heb je de mazzel, dat je, kijk, dat rietje van die ring kan halen, of eigenlijk de ring van het rietje, net hoe je het wil bekijken natuurlijk. Het moeilijkste gedeelte is wel overigens dat je hem weer terug erop zet. Maar ja, dat werkt weer. Zie je wel? Nou, het mooie is, deze is gewoon uit handen te geven. Die kan je gewoon laten onderzoeken, controleren. En ja, wat ik al zei, de ring eigenlijk ook, want die is ook gewoon uit handen te geven. Dus. Oké, nou wat je nodig hebt voor deze goocheltruc is een rietje. Gewoon een normaal rietje. Kan elk rietje zijn. Het liefst, maakt niet uit. Gewoon een rietje. En je hebt een ring nodig. En deze ring kun je lenen. Geloof het of niet, deze ring kun je lenen. Het rietje is ook gewoon helemaal te onderzoeken voor en na het effect. Dus als je de truc gaat doen, kun je het rietje laten onderzoeken. Als je klaar bent, kan je het rietje weer laten onderzoeken. Want wat je namelijk nodig hebt is een extra stukje. Ik leg het even hierin. En dat is dit. En wat ik gedaan heb, is ik heb nog een rietje gepakt. Die heb ik dubbel gevouwen. En daar heb ik een klein plakbandje omheen geplakt. Zodat die blijft zitten. En dat is alles. En voordat je de truc begint, plaats je het rietje hier in een soort vingerpalm positie. Op deze manier. En je houdt je vingers naar binnen. Je wijsvinger en je duim pakken het rietje aan de andere kant. En heel belangrijk, als je hand er aan deze kant zo uitziet, dat je hand aan deze kant er ook zo uitziet. Nu zie je dus geen verschil tussen mijn handen, ondanks dat daar het geheime stukje zit. Ja? Dus het rietje beweeg je heen en weer tussen je... het rietje beweeg je niet heen en weer. De ring beweeg je heen en weer, over en weer. En eventueel kan je dus die ring lenen. Ja? Je kan ook nog een keer dit doen, wat ik dus nu deed. Dus je schuift hem hierheen. Je laat zien dat je dus een ring heb en eigenlijk laat je je vieze hand zien, zeg maar, want daar zit dat rietje, maar ze zijn gefocust op de ring, dus dat gaan ze niet zien. Nou, als je dit een paar keer gedaan hebt, je vertelt over wrijving of warmte, dan breng je het rietje ongeveer naar het midden, hou je handen gelijk, hè, dus hou je handen gespiegeld, buig het rietje, zo, en plaats het rietje in deze hand. En wat er nu gebeurt, ik zal een klein beetje van de achterkant laten zien. Wat er nu gebeurt, sorry, is je brengt je handen bij elkaar. En eigenlijk stel je de ring en het rietje en plaats je dit in je andere hand. Dus het ziet er dan zo uit. Dus je komt met je hand er naartoe. Je pakt de ring vast. In je andere hand pakt dit stukje rietje vast. En je trekt als het ware de ring van het rietje af. Maar in werkelijkheid heb je nu de stukjes gewisseld. Dus dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dus die zit hier, die breng je naar elkaar toe. Je maakt een trekbeweging en je trekt als het ware het rietje ervan af. Nou, let goed op, want soms steekt dit hier een beetje uit. Dus draai je handen een klein beetje naar binnen toe, zodat ze het als het ware niet kunnen zien. En eigenlijk om terug te bewegen doe je exact dezelfde beweging, maar dan de andere kant op. Dus je brengt die bij elkaar. En wat ik zelf doe, is ik schuif het rietje naar beneden, zodat ik hier zit. En ik sluit mijn hand eigenlijk. En dit hou ik dan zo vast. En ik sluit mijn hand, dat doe ik expres. Ik knijp nu een beetje in mijn vuist. En ik laat daarna, hier zit het stukje nog, hè. Ik laat dan het rietje zien. Ik knijp in mijn vuist. Nu hou ik het rietje met deze hand vast. En ik geef het rietje uit handen. Dat pakken ze vaak aan. Of ik leg het neer op tafel. En daarna doe ik dit. En
op de een of andere manier zijn ze heel erg gefocust van, nou, hij moet iets in zijn hand hebben. Dat ze dus niet letten op je andere hand, die dus wel vies is, zeg maar. Dus ik geef hier geef ik het rietje, dus met dat vuile, met het dingetje, die geef ik uit handen. Als ik zit, laat ik het vaak vallen. In de video liet ik hem ook op de grond vallen. Als ik sta, dan geef ik het rietje. Ik hou mijn hand gesloten, zij pakken het rietje aan. En ik ga even staan, dan ga ik meestal gewoon naar mijn broekzak. Casual, een beetje naar achter gaan. Dus dan sta ik gewoon zo, casual. Dan geef ik deze en dan laat ik mijn hand open zien. En ben ik dus helemaal clean en zit dat stukje of in mijn broekzak. Of als ik zit aan een tafel, heb ik het op mijn schoot laten vallen. Nou, dat is het. Ik hoop dat je dit een leuke goocheltruc vindt. Ik vind het in ieder geval een top goocheltruc van niemand minder dan Jay Senke. Dus, Jay, als je zit te kijken, super thanks. Nogmaals, kijk even op zijn kanaal. Misschien kun je abonnee worden op zijn kanaal, want dat is echt wel heel erg leuk. En hij heeft veel goocheltrucjes met alledaagse voorwerpen. Normaal gesproken ben ik niet zo van het reclame maken van andere kanalen. Maar ja, in dit geval heb ik een goocheltruc van hem gebruikt. Dus ik dacht, nou, dat moet ik gewoon bij hem doen. Hey, bedankt voor het kijken weer. Graag tot de volgende keer. Mocht je geïnteresseerd zijn, de Street Magic goocheldozen zijn er weer. Die kun je onder andere kopen bij magicshop.nl. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Volgens mij is het nog steeds 34,95. Met online instructies. Die hebben we zelf opnieuw gefilmd, dus geen DVD meer. En degene die hem al hebben, die kunnen met dezelfde code als de bonuscode inloggen om de filmpjes nu te kijken. En nou, dat was het. Hey jongens, onwijs bedankt voor het kijken. Het ligt er een beetje aan, maar het is nu super mooi weer. Dus geniet van het weer. Maar ja, voor hetzelfde gaat kijken dit op 26 januari in Friesen dat het kraakt. En we bijna een Elfstedentocht. Dus in dat geval, lekkere potjes net. Hey jongens, bedankt hè. Hoi.